Op de verlaten plantage Marienbos staat een prachtig landhuis. Het is te bereiken via de Kommewijnrivier, maar je kan er ook naartoe fietsen. Vanuit Frederiksdorp via het zogenoemde plantagefietspad, dat historische fietspad dat al langer dan 200 jaar bestaat, wordt volgend jaar hersteld. Fietsen kan dan ook helemaal naar Bakkie, Allianz en de Warrapakreek. In de televisiespecial Meer dan toerisme doet Sam Jones het volgende verslag. Plantagehuis Marienbos ligt ook aan het fietspad, stamt uit de 18e eeuw. Het plantagepad leidt ons vandaag dus naar het landgoed Marienbos. Koningspalmen en krietjebies heten je welkom. Het is een prachtig gerenoveerd koloniaal huis. En ook hier wordt het gras gemaaid in een mooie tuin. Giovanni Gottlieb is weer onze gids. Marienbos is ook een hele oude koffieplantage geweest met een omvang van bijna 1000 hectare. Hier hebben er plusminus 200 tot 300 slaven gewerkt om deze plantage draaiende te houden. Een heel oud plantagehuis. En op deze plantage kwamen, net als op alle andere plantages in Kommewijnen, na de afschaffing van de slavernij, contractarbeiders, 250 Hindoestanen en 240 Javanen. Marienbos was in de 18e eeuw een bloeiende koffieplantage, maar er werd ook cacao, suiker, bananen, rijst en sinaasappels verbouwd. En wonen de mensen hier of is het ook een toerist? Van een particulier en je hebt hier meneer Abdulrahman die de eigenaar van is. En hij heeft op eigen houtje dit huis, dat in een hele bouwvallige staat was, kunnen restaureren. De familie Abdulrahman is sinds 1969 eigenaar van dit landhuis. Het plantagehuis werd in 1774 gebouwd. Het jaartal is in baksteen geschreven in de stoep van het plantagehuis. Onder het huis is ook nog de waterbak zichtbaar, waarop het huis gebouwd was. De deuren zijn open, maar we zien niemand. Meneer Saoud. Giovanni roept meneer Saoud Abdulrahman, maar geen reactie. Het is een ruim en groot huis. Het ziet er wel bewoond uit. En je ziet hier en daar nog de sporen van Tuintje in mijn hart, een Nederlandse film, waarvoor in dit plantagehuis in 2016 opnames zijn gemaakt. Te oordelen aan dit grote hart met handtekeningen van de acteurs en de crew van de film. Maar het ademt ook nog de sfeer van de koloniale geschiedenis, met foto's van het plantagehuis uit lang vervlogen tijden. Tot zover een reportage van Sam Jones.